Midvie TV is vandaag in de Herenstraat in Voorburg. In Galerie Artie Brak op nummer 44 wordt zometeen de Winterfair geopend. Sinds 2013 een jaarlijks terugkerend evenement in december. Doortje van Ginneken, bestuurslid van Artie Brak. Wat is het idee achter de Winterfair? De Winterfair is al de vierde keer dat het gebeurt hier in Artie Brak. En het zijn 20 kunstenaars dit keer die hun eigen unieke mooie kunstwerken hier voor hele lage prijsjes tentoonstellen. In een ongecompliceerde sfeer, in hun kratje of ze hebben het heel ongecompliceerd allemaal neergelegd en opgehangen. Unieke kunstwerken, prachtige keramieken, schalen, schilderijtjes, tekeningen, etsen. Allemaal unieke werken van gerenommeerde kunstenaars. En dat is natuurlijk heel gezellig voor deze kerstmaand. Petra Overbeek-Bloem, ook van Artie Brak. Wat doe jij precies bij Artie Brak? Nou, ik ben een jaar of 5 geleden denk ik lid geworden. Maar omdat ik in Tilburg woon, is voor mij, kom ik hier niet zo heel vaak, want ik zit toch een uur in de auto. Doe je ook aan deze Winterfair mee, zelf? Ja, ik doe zelf ook mee. Mijn werk staat daar. Ik maak voornamelijk tekeningen. En wat voor onderwerpen zien we dan op dat papier? Veel naakte, omdat ik veel modeltekenen doe. Hondjes, omdat ik hondjes leuk vind. Welkom bij de inmiddels 6e Winterfair van Artie Brak. En vorig jaar waren er nog iets van, geloof ik, 12 deelnemers. Nu zitten we al op 20. Geniet van deze Winterfair met deze leuke, gezellige kerst. Uitstal is het eigenlijk. Hè? Nee, uitstal is geen Nederlands. Uitstalling. Uitstalling. En dat is heel veel succes. Dat je het meteen ja, meeneemt. Ja, ze groeien. Je kunt het, als je denkt, dit wil ik meenemen. Voor mijn buurvrouw of mijn tante. Of, dan kun je het meteen afrekenen bij de gastvrouw en meenemen. Nico Willems, een van de deelnemende kunstenaars. Klopt. Wat voor kunst maak je? Ik maak kunst uit een kunstmateriaal wat bekend is als perspex en plexiglas. Alleen dat zijn werknamen. Maar de chemische naam is polymethylmethaanacrylaat. Het materiaal is uitgevonden voor de Tweede Wereldoorlog in Amerika in de vliegtuigindustrie. Want die vliegtuigen werden toen uitgevoerd met beglazing, echt glas. En dat was dus te kwetsbaar. En de olieindustrie die komt toen met dit materiaal en daar is dus acrylaat uit ontstaan. Het beeld wat je nu in je handen hebt, hoe is dat ontstaan? Dat ontstaat terwijl ik bezig ben met nadenken. Het is een kwestie van zagen. Voor één zo'n vlakje moet ik 6 handelingen verrichten om dit resultaat te krijgen. Je hebt net ook de naam van Karel Appel genoemd. Hoe zit dat precies? Nou, ik ken natuurlijk zijn werk wel. Maar ik vind zijn uitspraak van ik start met het schilderwerk. En in de loop van de creativiteit, dan begin ik aan te rotzooien. En dat doe ik ook. Alleen, dan krijg je dit als resultaat. Karel Appel van Nico Willems. Ja. Lucie de Kruif. En wat voor werk maakt u? Klein keramiek. Nu. En grafiek. Allerlei kartondrukken, etsen, monotypes. Juliette van Bavel, beeldend kunstenaar. Ik maak sculpturen in aluminium, in steen. Ik maak poëzie en fotografie. We staan nu bij een heel speciaal kunstwerk. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dit is een van mijn sculpturen in aluminium. En de haute couturier Ronald Kolk uit Amsterdam heeft gevraagd aan mij of ik daarvan een sjaal wilde maken. En dat is deze geworden. En die is in een oplage van 50 is die uitgegeven. En is ook op de catwalk geweest verleden jaar op de modeshow. Ik zie een paar speciale boekjes.
Ja, dit is de eerste uitgave van Parels van de Geliefde. Dat zijn 100 aforismen die ik geschreven heb. Inmiddels ben ik aan de 500 en ben een volume aan het uitgeven van 10 delen. De combinatie van de fotografie en de aforismen. Maar dit is de allereerste uitgave, die is bijna op. Een aforisme is eigenlijk de kortste dichtvorm die er bestaat. En niet rijmende dichtvorm ook. En het betekent eigenlijk dat je een lang verhaal zo kort mogelijk vertelt. Zonder dat daar verder een ritme in hoeft te zitten. Of rijmt, zoals ik al zei. Kun je misschien een aforisme van 2 zinnen voorlezen? Natuurlijk. Het fruit viel op de aarde. Zacht raakte zij het aan. Maar eten ging slapend onder de boom liggen. En het leuke van een aforisme is, vind ik ook, is het is voor iedereen anders uitlegbaar. En dat vind ik mooi van aforisme. Voor mij is het net zo abstract, als ik zo zeg mag, als de fotografie en de beelden die ik maak. U bent speciaal naar deze winterfair toegekomen? Ja, dat klopt. Ik kom hier regelmatig. En Doortje van Ginneke, daar heb ik ook les van. Dus ik schilder en ik beeldhouw ook. Het is ook leuk om mensen wat met kunst eigenlijk ook daarmee kennis te maken. En dat het allemaal niet zo hooggedravend hoeft te zijn, zoals bijvoorbeeld in het gemeentemuseum. Maar dat je er kan kijken dat het misschien leuk is om weg te geven of om in je eigen huis te zetten of op te hangen. Ik kom hier al zo lang als Brak bestaat. Alleen ben ik de hele tijd niet geweest door ziekte. En nu ben ik verleden keer bij de opening geweest en nu weer. En inderdaad voor de winterfair om weer eens wat oude bekenden te zien. Maar het is allemaal nieuwe kunstenaars zowat. Ik zie dat u wat aan het inpakken bent. Is er wat verkocht? Ja, dit is al het 6e wat ik verkoop vanmiddag. Dat is heel leuk. U heeft net wat gekocht. Wat heeft u gekocht? Ik heb een halskettingje gekocht voor een dierbare vriendin. Ik kan het zo met je bril niet goed lezen, maar u kunt het vast wel. Henneke van der Spek. Ja, kijk. Die heeft hele leuke kettingen. En brosjes en ringen en noem maar op. En ik ben zelf ook lid van deze club. En ik dacht, ik ga toch maar even mijn eigen clubje ook steunen en bekijken. Heeft u al iets gezien? Ik vind het altijd heel mooi om te bekijken, maar om dat aan te schaffen, dat doe je niet voor jezelf, dat doe je voor een ander. Hè? En daar moet ik eventjes over nadenken of ik het dan wel voor een ander, ja, voor wie dan? Dus ja, daar moet ik even over nadenken. En koopt u ook wel eens wat voor uzelf? Ja, juist voor kunst, dat kan je niet zomaar, dat zijn geen impuls aankopen, vind ik. Dus dan moet je echt wel een beetje, ja. Niet alleen voor jezelf, maar het moet ergens staan. Het moet ergens passen. Het moet ergens. Ik doe graag ideeën op om zelf te maken. Maar om aan te schaffen, dat vind ik weer een puntje verder. Dat doe je niet met kunst zomaar. Dit is de van Henneke van der Spek. Hartstikke leuk. Kijk, ik de rode en jij de blauwe.